Soelie, het is weer maandag. Je hebt een roze shirt aan, schitterend. Het is tijd voor het rondje langs de buitenlandse velden. Een Nederlands getint rondje langs de buitenlandse velden, kan ik zeggen. Want ik wil het hebben over drie belangrijke Nederlanders. Coach Virgil van Dijk, die erg belangrijk was voor Liverpool in de strijd om de Premier League. Peter Bos natuurlijk, die een wervelende eerste helft had. De doelpunten vielen bij Bosjes. En... Ja, kan ik dus echt niet om lachen. Nee. Jeetje mina. En dan misschien wel het belangrijkste vind ik dan als liefhebber. Arjen Robben heeft gelukkig nog zijn rentree kunnen maken. Genau, wie een kleines kind. 35 ben ik jetzt, aber wie gesagt, vieles erlebt. Aber ich wollte unbedingt da auf den Platz zurück und nochmal einfach Spaß haben und Fußball spielen. Het publiek reageert mooi en hij is ook blij dat hij weer terug is. Hij heeft er hard voor gevochten om überhaupt te kunnen invallen. Ze kunnen volgende week uit bij Leipzig kampioen worden. Het is nogal een wedstrijd, het is ook de bekerfinale. Hij kan dus op het veld kampioen worden, dat is mooi. Maar het is, als je gaat terugkijken naar dit seizoen, toch ook wel weer een vervelend seizoen om zo je carrière bij Bayern München te eindigen. En ik hoop dat hij nog ergens, het liefst in Nederland, in de Eredivisie, nog even laat zien waarom we Arjen Robben al die tijd zo goed hebben gevonden. En ik wil hem graag nog 1-2 seizoenen zien voetballen, zoals we ook Van Persie hebben gezien, Kuyt hebben gezien en nu ook Klaasje Huntelaar bij Ajax. Het is toch mooi om te zien, een jongen van die leeftijd, bijna 36, 37 jaar, die in een bekerfinale nog 2 keer scoort en heel belangrijk is voor Ajax ook, ik ga het gewoon zeggen, in de kleedkamer. En ook op het trainingsveld, daar kun je gewoon heel veel van leren als jonge gast. En Arjen Robben kan echt enorm waardevol zijn voor de jongens van Groningen, voor de jongens van PSV bijvoorbeeld. Hij is natuurlijk ooit een keer bij Groningen doorgebroken, op zijn fiets gestapt, naar het stadion gefietst. En het zal wel mooi zijn, de cirkel zal mooi rond worden als hij natuurlijk bij FC Groningen afsluit. Maar dan daai je wel enorm af in niveau natuurlijk en in waar de lat ligt. Van Bayern München, van de Europese top, naar FC Groningen is nogal een stap. Misschien neemt hij Ribéry wel mee, dat zou leuk zijn. Robbery in de Eredivisie, ja, dat zou geweldig zijn natuurlijk. Ja, Ribéry is ook inderdaad einde contract en die zou ook heel graag nog door willen voetballen. En als hij invalt is hij nog heel gretig. Arjen Robben, kijk, daar wil ik als liefhebber nog gewoon van kunnen genieten. En als hij invalt, en niet de afgelopen week hoor, maar de afgelopen jaren, als hij terugkwam van blessures en weer inviel, was hij gewoon weer een van de beste spelers van Bayern München. En dat zit nog altijd in hem. En als hij de drijf heeft en het geloof heeft dat hij nog zeker een seizoen fit kan blijven voor 2 seizoenen, ja, dan moet hij zeker door blijven voetballen. En dan wil ik blijven kunnen genieten zo lang mogelijk van Arjen Robben, want dat is toch wel een van de beste voetballers die we ooit hebben gehad. Hè. Dat moeten we niet vergeten natuurlijk, ondanks al die blessures. We blijven even in Duitsland. Peter Bos deelt een enorme dreun uit aan directe concurrent Frankfurt. Met een wervelende eerste helft, zoals misschien alleen de ploegen van Bos had kunnen. Ja, een soort power-Bos voetbal inderdaad. Ja, het was gelijktijdig met de bekerfinale. Hè. Dan heb je dus op het grote scherm had ik Ajax aanstaan tegen Willem II. En dan een klein scherm, dan zie je op een gegeven moment de score heel snel oplopen. Ja, 6-1 na 45 minuten of 6-1 na 40 minuten al. Ja, dat is opmerkelijk. Maar wat Peter Bos met Bayer Leverkusen doet, is echt knap. Hè. De omwenteling van omschakelen naar balbezit voetbal, dat heeft hij er echt ongelooflijk snel en knap ingekregen. Bayer Leverkusen is nu de ploeg die, denk ik, nou ja, het beste voetbal, als je vanuit met een Nederlandse bril op gaat zitten kijken, dan spelen zij het beste voetbal. Die bal in bezit, bal laten rondgaan en snel de diepte zoeken. En wat hij heeft gedaan bijvoorbeeld met Julian Brandt, met Kai Havertz, 19 jaar pas, geweldige linkspoot. Ja, dat is toch wel knap wat hij in die korte tijd heeft geflikt. Even een klein dipje gehad. Dat je dacht, oké, ze zakken weg en ze kunnen niet meer in aanmerking komen voor Champions League voetbal. Net als met Dortmund toen werd hij ontslagen. Precies, maar hij heeft zich herpakt met deze ploeg. En ja, het is altijd leuk om naar te kijken, het is altijd spektakel. En ze staan nu op de drempel van Champions League voetbal. En dat zou wel enorm goed uitkomen voor Peter Bos ook als trainer bij Bayer Leverkusen. Want wat ga je natuurlijk bereiken daarmee? Dat Kai Havertz denkt, oké, ik wil nog een jaar blijven bij Bayer Leverkusen, want ik wil graag de Champions League in. Ik vind het wel knap, want Peter Bos is koppig en eigenwijs en die heeft zijn eigen filosofie. En die is natuurlijk bij Borussia Dortmund afgegaan en daar is hij ook weer, heeft hij massaal kritiek voor gekregen. Hè. Je kunt niet zo eigenwijs zijn zoals Peter Bos, want dan ga je het als trainer altijd afleggen. Maar hij blijft zo koppig en eigenwijs en blijft zeggen dat je met moed en durf en lef moet voetballen. En ik heb een interview gezien, met daar ook eigenlijk naartoe, een interview gezien met Peter Bos over Ajax. En hij schijnt in augustus Ajax Standardluik of Ajax Kiev bekeken te hebben. En toen heeft hij een sms'je gestuurd naar Mark Overmars en die zei, jullie kunnen hem winnen. En dat bedoelde, jullie kunnen de Champions League winnen. Dus Peter Bos is een ziener. Want als je in augustus al denkt, na een wedstrijd in de voorronde, dat Ajax de Champions League kan winnen en ze staan op één wedstrijd van de finale, ja, dan ben je een liefhebber.
En dan ben je eigenwijs en koppig en dan geloof je in een bepaalde filosofie. En dat vind ik wel mooi om te zien. Dat zie je ook terug bij Bayer Leverkusen. En daarom kun je na 45 minuten met 6-1 voorstaan. Nou, dat is een mooi rondverhaal. Van één toptrainer naar een andere toptrainer die nog speler is. Virgil van Dijk scoorde zelf tegen Newcastle een belangrijke uitwedstrijd. En toen, ja, toen maakte hij een beslissing die alleen een leider kan nemen in het veld. Die natuurlijk heel gelukkig wel goed uitpakt, maar ja, toch fantastisch. Ik moet wel zeggen, het wordt nu wel heel erg gecultiveerd, hè, dat leiderschap van Virgil van Dijk. Terwijl hij eigenlijk iets gedaan heeft wat je ook bij de amateurs ziet in de vijfde klasse. Ja, maar doen op dit niveau, op dit moment? Ja, je moet wel in de wedstrijd zitten en dat pleit wel voor hem. Hij is wel echt, hij zit in zo'n wedstrijd, is er echt mee bezig. Waarom zit alles mee met Virgil van Dijk? Omdat hij gewoon een bepaald niveau heeft bereikt. Hij is de afgelopen jaren naar een niveau toegegroeid en dit is Virgil van Dijk. Die kan dus in minuut 88 besluiten, oké, jij neemt de vrije trap niet, want jij neemt de vrije trap. En dat is op basis van intelligentie. De bal moet naar binnen toe draaien, dat is lastig voor een verdediger, lastig voor een keeper. Dus een normale beslissing, maar omdat natuurlijk nu Liverpool zoveel punten heeft, als je gaat kijken de ranglijst, zouden in elk ander jaar, bijna elk ander jaar kampioen zijn geworden. En nu moeten ze hopen op een misstap van Manchester City tegen of Leicester of tegen Brighton. En dat kan zomaar gebeuren. En dan, ik weet niet wat er dan met Virgil van Dijk gaat gebeuren, maar die gaat denk ik 4 dagen lang op schouders door Liverpool. En die wordt dan in een piramide wordt die zalig verklaard en dan wordt die, hoe noem je dat, gemummificeerd. En dan kunnen de mensen dan 2000 jaar lang Virgil gaan aanbidden. Want dat is ongeveer het niveau wat het heeft bereikt, hè, qua aanbidding. Dat is echt ongelooflijk. Dat is toch zo, of niet? Ja, nou, ik denk dat Messi. Ja, ja, en ook Egyptenaar, mummificeerd Salah. Nou, over Messi, ik las van de voorzitter, heb je dat gelezen? Ja. De voorzitter wil 10 standbeelden. 10 standbeelden rond Camp Nou. Ja, dat is terecht. Dat is wel echt terecht. En waarom 10 eigenlijk? Ja, omdat hij nummer 10 draagt. Oké, ja, ja. Dios. Ja, ja, goed. Ja, 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 ja. We blijven heel even Nederlands getint in het rondje langs de buitenlandse velden, want Frank de Boer, weer gewonnen. Ik moet een bekentenis doen. Kom maar op. Ik heb geen idee wat Atlanta heeft gedaan. Ik weet dat ze gewonnen hebben, maar ik heb het niet gezien. Ik weet niet hoe laat de wedstrijd was, ook eerlijk gezegd. Basiskennis dit. Ja. 3 uur s'nachts. 3 uur s'nachts. Nee, ik heb Atlanta niet gezien, dus ik kan er eigenlijk niks over zeggen. Dus nou, ze hebben wel goed gedaan, Frank de Boer. Klasse pick. Nou ja, het moest wel goed. Ja, klasse. Klasse. Oké, okay, dan klasse gaan we. Pick. Ja, klasse pick. Jij wilde een statement maken. Klasse pick. Hey, Sully, dit was het rondje langs de buitenlandse velden. Okay. Nederlands gezien. Maar jij wilde nog een statement maken over United. Ja, ik wil iets over Manchester United. Ik ben... Nou, geschrokken is een verkeerd woord. Ik heb naar Manchester United tegen Huddersfield Town zitten kijken. Huddersfield Town, Manchester United. Manchester United, dat Champions League voetbal moet halen. Of kan halen. En moet winnen van Huddersfield Town. En op een gegeven moment, je kunt slecht voetballen, dat kan een keer gebeuren, weet je wel. Dat je niet mee zit, dat deze ander oké is. Maar ik heb Manchester United Everton gezien, toen was Everton oké. En toen speelde Manchester United echt heel slecht. En ik dacht dat het niet slechter kon. Maar Huddersfield Town, Manchester United, was zo slecht. Normaal zet ik de tv uit dan, denk ik, dit ga ik niet naar zitten kijken. Maar het was zo slecht dat ik op een gegeven moment gefascineerd raakte. En dan kan het nog slechter. En in de tweede helft zag ik nog slechter voetbal dan in de eerste helft van United. En ja, je moet je voorstellen dat Matić op een gegeven moment de bal krijgt op het middenveld en dan om zich heen gaat kijken naar wie kan ik de bal spelen. Maar Scott McTominay doet zijn best om niet aanspeelbaar te zijn. Paul Pogba doet zijn best om niet aanspeelbaar te zijn. Ja, dan heb je een probleem. En dan kun je niet aan het voetbal toekomen. Op een gegeven moment zag ik Lindelof in de achterhoede de bal hebben. Niemand aanspeelbaar op het middenveld. En dat gebeurde telkens 9 minuten lang. Het was zo ongelooflijk slecht dat ik op een gegeven moment afvraag, wat doet Solskjaer op de training? Ja, slecht is een verkeerd woord. Dat kan gewoon niet. En ja, ik heb gisteren gekscherend gezegd, dat zat in mezelf te praten. Zo gek vond ik die wedstrijd van United dat ik op een gegeven moment dacht, ja, dit United moet je gewoon terugzetten naar het championship. Op basis van deze wedstrijd tegen Huddersfield Town. Dat kan gewoon niet. Ik heb nog nooit zulk slecht voetbal gezien, denk ik, dan dit Manchester United. En Paul Pogba is een best aardige speler. Je ziet af en toe een geweldige paas over 60 meter naar niemand, want dan, dat is dan wel, want er staat niemand. Maar die heeft een aantal aardige wedstrijden gespeeld vlak nadat Solskjaer kwam. En die heeft waarschijnlijk nu besloten, oké, ik heb hier geen zin meer in. Ik word opgesteld en ik doe lekker waar ik zin in heb. En ik heb vooral medelijden met Marcus Rashford. Die is volgens mij gelanceerd. Die speelt zijn wedstrijden toch omdat er iemand anders is. Die moet soms op links staan, soms op rechts, maar het is een centrumspits. En als je Rashford hebt, dan moet je als elftal zodanig gaan staan en zodanig gaan combineren dat Rashford in stelling wordt gebracht.
Maar ja, die jongen loopt er ook een beetje bij en die krijgt geen bal. Het is echt treurig. En Solskjaer zegt na afloop van zo'n wedstrijd, dat duurt te lang. Nee. Je wordt er echt verdrietig van, hè? Ja, het doet me echt pijn. Ik ben helemaal geen fan van Manchester United. Het interesseert me helemaal niets. Maar ik zit daar wel 9 minuten lang naar te kijken. En, gelukkig krijg je betaald. En dan krijg je daarna gelukkig nog een bekerfinale en nog ander voetbal. Bayer Leverkusen bijvoorbeeld. Dat is gewoon leuk om naar te kijken. Maar ik zit dan wel te denken van, goh, Peter Bos bij Manchester United. Dat zou wel echt een flinke verbetering zijn. Want dan wordt er tenminste nog nagedacht over voetbal. Want je ziet bijvoorbeeld Julian Brandt, die wel onder Bos een betere voetballer is geworden. Je ziet Kai Havertz, hij denkt na over voetbal. En hoe stel ik spelers op, hoe stel ik mijn elftal samen, zodat de spelers beter worden. Dat zie je bij United helemaal niet. Want iedereen wordt daar slechter en slechter en slechter en slechter. En ja, ik zie zelfs in League One beter voetbal dan gisteren bij Manchester United tegen Huddersfield Town. Dat is echt, poeh, wat was dat erg zeg. Ik doe even een traantje weg zo. Ik huil niet snel, maar het was echt verschrikkelijk. Dus toen ben je maar op stap gegaan met je verloofde? Nee, natuurlijk niet. Nee, die heb ik opgesloten. Op zondag ga ik wat voetballen. Love you. Zeg maar even love you. Love you.